De poppen van Gnaffel zijn durfvals, moedig en eerlijk op hun manier. De poppen krijgen dankzij de werkwijze van Gnaffel een hart, een kloppend hart. Theater Gnaffel, dat is Eloud Hol. Hij is oprichter, artistiek leider, acteur en maker van de poppen. De instructie voor het maken van een pop is gebaseerd op de allereerste pop die meegespeeld heeft in de voorstelling Gestrand uit 1987. Hoe gaan we dat doen? Dat ga ik jullie uitleggen. Wat hebben we daarvoor nodig? Een bontachtige stof, één houten stok van 30 centimeter, twee tijrips, één eierdoos, postelastieken, kralen, stofjes, wol, een schaar, lijm, draad en naald. Om het gezichtje te maken hebben we een eierdoos nodig. Je hebt verschillende maten, kleine, grote. Ik kies voor de grote. En als je naar de vorm kijkt, dan zie je al twee ogen en een neus, een gezicht. Wat heb je nog meer nodig? Een schaar en twee tijrips om het gezichtje straks te bevestigen op het stokje. Maar je kan verschillende vormen maken. Je kan zeggen, ik wil wangetjes bij, ik wil een kin erbij, of ik wil dat niet erbij. Het is maar hoe je het knipt. Ik wil graag met een kin erbij. Om dat wangetje door, zo. Hats. Ga je weer kijken van, nou, vind ik dit wel een mooie vorm. Ik vind hem nog wat hoekig, dus ik ga hem een beetje bijknippen. Een beetje ronder maken. Een beetje meer rond gezicht wordt. Zo, nu moeten we de twee gaatjes maken om het te bevestigen aan het stokje zometeen. Eén gaatje komt hier bij de ogen, of tussen de ogen boven de neus. Kijk uit dat je niet in je vingers prikt. Dan pak je de tijrib. En die doe je vanaf de achterkant, doe je die erin. En weer terug. En dan aantrekken. Whoops. En dan gewoon. Up. Nu heb je hem stevig vast. Kijk. Nu de vervolgstap is het kopje aan het stokje vastbinden. Je kan bij de eerste kan je ook nog een beetje verschuiven. Dus je kan hem ook nog voor de helft erop doen. Goed stevig aantrekken. En dan pak je de schaar. Om de rest van de tijrib te verwijderen. Want die hebben we toch niet meer nodig. Hop. Hop. Het hoofdje zit nu goed vast aan de stok. Wat nu mist is het lijf. Dat gaan we maken van stof. Je kan daar verschillende stoffen voor gebruiken. Ik ga vandaag werken met nepbont. Ja, de donkere. Zo. Nou, ik heb hem al voorgeknipt. Dat is vrij groot. Je vouwt hem dubbel. Dan zoek je in de vouwrand het midden op. En je maakt een heel klein gaatje in. Niet te groot. Het stokje gaat door het gaatje. En voilà. De trol heeft een lijfje. Dus wat ik ga doen is met postelastiek. Die ga ik hier bevestigen. Zodat het pontje niet naar beneden kan. Whoops. Dat mag best dik. En dan rol je hem, zeg maar, zo naar boven. Kijk. En dan blijft hij zitten. Nou, nu wil je er ook een beetje mee spelen. Dus dan kan je zo je hand, maar nu vloekt mijn hand steeds weg. Dus we gaan, wow. De punten gaan we samen brengen. We hebben dus touwtje nodig. Je kan verschillende touwen gebruiken. Je kan verschillende kleuren gebruiken. Ik gebruik deze om het een beetje... Ja, natuurlijke kleuren heeft. Draait dit een beetje op. Doe niet een te klein puntje. Het wordt al heel klein dit. En voilà. Heb je hem vast en nu kan je met je hand doorheen spelen. En nadenken. Hij mist nog ogen. Maar de ogen, dat laat ik in jouw fantasie over. Wat ik jullie nu nog laat zien, is het haar. Daarvoor heb je een potje nodig waar je hem inzet. Zo. Ik heb hier een voorbeeld. Waarbij gekozen is om het haar hetzelfde te doen als het
lijfje. Ik kies een andere kleur. Ja. Mooi zwart. Ik kan hem zo doen. Ah, dan wordt het een beetje een... Ja, wat wordt het? Een beetje een oude heks. Dat wil ik niet. Ik wil een stoere krijger. Als ik hem zo doe... krijgt hij een hele vette... vet lange... lang haar. En als je een beetje verder doet, kan je ook nog wenkbrauwen maken. Ik ga het bevestigen met lijm. Dit is textiellijm, dus kan je kleding mee lijmen. Maar je kan ook bisonkit gebruiken of andere sterke lijmen. Zo. Zo, een beetje uitsmeren. Hop. Plak je hem erop, goed kijken. Zo heb je een hele gave pop gemaakt, geïnspireerd op Gnaffel. De eerste pop van Theater Gnaffel. En we gaan natuurlijk nog de ogen maken en daar wens ik jullie heel veel succes bij. Zie je later. We zijn nu heel gericht bezig geweest met het maken van een troll voor de voorstelling Peer Gynt. Maar voel je vrij om ook andere poppen te maken, zoals dieren, heksen, fantasiefiguren... of maak je eigen Gnaffelpop waarmee Theater Gnaffel ooit begonnen is.